Welkom bij Dekemastaten. Als je goed hebt geluisterd naar de muziek van het intro, heb je kunnen horen dat het op een strijdlied lijkt. Vroeger werd Dekemastaten namelijk gebruikt als stins. Dit betekent oorlogspost. De gracht diende als bescherming voor de stins. Dit herken je misschien ook wel uit de verhalen van de middeleeuwen. In de hal hangen enkele familiewapens. Deze had je vroeger erg veel. Tegenwoordig komen deze veel minder voor. Maar het Koninklijk Huis heeft er nog wel een. Dekemastaten is in de loop der jaren veel verbouwd en er hebben vele families gewoond. Tegenwoordig gebruiken we Dekemastaten als museum, zodat jij ook iets kan leren over het verleden en het tegelijk kan zien.